Vandaag, 12 augustus, is door de Verenigde Naties ingesteld als de Internationale Dag van de Jeugd. Met de viering worden de uitdagingen voor jongeren wereldwijd onder de aandacht gebracht van derden en is het moment om hun rol als krachtige agenten van verandering te benadrukken. Dit jaar richt de dag zich op het thema From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development, dat de belangrijke rol van digitale technologieën in duurzame ontwikkeling onder jongeren benadrukt. Het ministerie van AWJ, samen met het directoraat Jeugdzaken en het Nationaal Jeugdinstituut, ondersteunt jongeren door middel van digitale vaardigheden, innovaties en communicatie om hun groei en participatie te bevorderen. Op de Internationale Dag van de Jeugd roept het ministerie van AWJ Surinaamse jongeren op om hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen en te benutten voor hun eigen duurzame groei en die van de gemeenschap. Het ministerie streeft naar meer digitale inclusie, zodat jongeren beter kunnen functioneren in de moderne maatschappij.